Goedemorgen, Jumping was sluis voor de tweede dag. Dat jumping dus begonnen is. Voor gisteravond ben ik nog gevraagd of ik wilde ringmeesteren vandaag. Dus dat ga ik doen. Dat betekent wel dat ik mijn bril moet gaan halen. Want ik heb de startlijsten gezien die ik voor me lezen. En ik kan je vertellen, dat gaat mij niet lukken zonder bril. Dus ik ga terug naar het parkeerterrein om even mijn zonnebril te halen. Daar zit sterkte in en aangezien de zon nogal ernstig schijnt, gaat het met een gewone bril natuurlijk niet lukken. Dus ik ben even zonnebril halen en dan ga ik ringmeesteren. Vanmiddag sta ik bij het knutselen. En Verona gaat natuurlijk springen, dus dat is ook wel belangrijk. Die gaan we natuurlijk helemaal filmen. En dan hebben we het jurylid nog dat we gaan interviewen. Dus het wordt een leuke dag. En ik ben klaar om te gaan ringmeesteren. Ik heb een blad, tenminste daar kan ik dan van voorlezen. Dit zijn de ringen. Tessa staat naast me, maar die heeft wat in haar mond. Ja. Yeah. Zo. Tessa, je gaat mij denk ik ook wel even helpen, toch Tess? Ja. Van ringmeester gaan we dan ook nog protocollen lopen. Wat kort aan vrijwilligers vandaag, maar goed. Maakt niet uit, met z'n allen redden we het toch wel weer. Daarna ga ik even kijken, de kinderen doen. En natuurlijk voor jullie even filmen. Ik laat even gelijk achter u zien. Eerst de dressuur bezig. Je ziet hoe druk het is bij de springring. Daar. En hier in de ring. Is Siert. Tessa's favoriete paard. En nu moet ik dus even bij de jury. Dan maken ze op een blaadje, leggen ze uit hoe je gereden hebt. Daar krijg je punten voor. En dat zetten ze op een blaadje. En vervolgens noemen we dat een protocol. En dat moet ingevoerd worden om vervolgens weer bij je punten opgeteld te worden. Dus, en dan weten we natuurlijk ook wie er wint. Dat is ook wel heel handig. Zo, de dames zijn bezig om de middelste dame mooi te maken. Kim heeft gisteren kappertje gespeeld en we zijn alle manen eraf gegaan. Tess die heeft haar nieuwe skills. En dat is, hoe noem je dat Tess? We zien aan de achterzaal en de middelstuk en die stijgt nu. Strak. Dus hier een bokje naar, dan op de adem in. Adem zet je uit een beetje. Zie je, zet de buik een beetje uit. Dus heb je eerst ontspanning in het lichaam. Oh, zo goed. Staat de voet in de beugel. Op de singel neerzetten, niet achter de singel. Zet op de voet op de singel. Maar je achter je merkt dat, dan kan een keer gelijk op de singel. Als je de singel geeft, trekt dat je op klop gaat. Rustig omhoog. Wachten. Recht omhoog. Ga ik een beetje gek naar dus. Staat de lekker. Ontspannen, goed. Ja, verder. Wat jullie? Oh. Nou, ontspannen. Voet erover. Al die rechte omhoog en de voet. Niet de kont raken. Dan sta je alleen achter de, in de vijver. Dus je zit erop. Ga je op vol wegdraaien. Kijk wat je gaat doen. Kijk of je adem loslaat. De adem los. Nee, even inspanning. Blijf blijven. Even blijven. Even inspanning. Hartstikke goed. Oh. Doors is klaar. Het is afgebeurd. It's me against the world, and I'm getting tired of fighting. Fly like Supergirl. I could go alone, but it'd be much more fun with you. Let's go. Wanna go far away. Run away. Ik heb hier bij me het jurylid, en die gaat ons een aantal vragen gaat ze beantwoorden. En jouw naam is? Carmen Mulring. En jij jureert van? Van de klasse B tot en met ZZ licht. Wat is voor jou het verschil tussen een B en een Z dressuurruiter? De B ruiters en de L ruiters worden beoordeeld op taktregelmaat, ontspanning, aanleuning. En waar kijk je dan naar bij de Z-ruiters? Daar komt een stukje bij dat de basisonderdelen van wat er in de B en de L al geweest is, dat blijft. Ja. Alleen nog komt er nooit bij de rechtheid, de impuls en daarbij ook nog eens een keer een stukje verzameling waar dat gevraagd wordt. Dus eigenlijk vraag je van een Z-ruiter dat hij alles wat hij in de B geleerd heeft, ja, volhoudt in de Z. Ja, klopt. Vandaag heb je voor Jumping Mijn Sluis gejureerd. Hoe vond je het? Ik vond het erg leuk. Heel leuk concours. Gezellig. We hebben veel ruiters gehad. Leuke combinaties. Ook combinaties waar nog veel werk in zit. Daar heb ik ook geprobeerd om een beetje te vertellen in de protocollen. Ik hoop dat dat ook overkomt. Ik ben altijd wel zo dat ik probeer mensen te vertellen van
wat er fout gaat. En ook bij de mindere ruiters proberen ook weer een positief commentaar te geven naar wat er verbeterd kan worden. En soms zie je wel eens ruiters terug en dan denk je bij jezelf, ja, die hebben het opgestoken. Dat is het leukste, denk ik. Ja, dat is echt het leukste van het jureren. Ik sta ook altijd open om voor discussie. Jammer genoeg wordt daar niet altijd gebruik van gemaakt. En dat vind ik best wel eens jammer. Oké, dus jouw tip zou zijn, praat met de jury. Durf naar een jury te stappen met vragen over je protocol. Wat zijn jouw drie tips? Als jij studeert, dan komt een ruiter natuurlijk de ring in. En wat zijn de drie dingen waarvan jij zegt, van, nou, als je drie dingen doet, dan heb je bij mij in ieder geval al een puntje voor. Dat is met flair rijden, gedurfd rijden. He, kom binnen en laat zien dat jij de jury wat te bieden hebt. Sommige mensen komen binnen en die zijn eigenlijk al van, oh, als alles maar goed gaat. Alles gaat niet goed, bij niemand niet. Dat hebben we vandaag inderdaad wel gezien. Dus durf een fout te maken. Want daar één fout kan je beter maken, als dat je een hele proef eigenlijk een beetje in dat middelmatige blijft. Heb je nog een tip? Afwerking. Afwerking in de proef. Je ziet heel vaak dat mensen slordig rijden, lijnen slordig, slingerend. Niet naar de letters toe. Dat zijn allemaal punten die je weggooit. En dan denk ik ook wel eens bij de beetje mensen die wel eens een fout maken in de proef. Durf te blijven rijden. Corrigeer je fout en doe het opnieuw. En als het fout gaat, word niet zenuwachtig. Je hebt nog zoveel onderdelen meer. Dat vind ik een hele goeie. Word niet zenuwachtig. Daar kunnen we allemaal wel wat van leren. En als laatste nog een vraag. Wat is jouw manier van jureren? Ik kijk heel erg veel naar afwerking van de proef. En ik vind daarbij ook de manier hoe mensen dingen oplossen. Gaat het fout? Hoe los je het op? He, soms dan, als iemand het netjes oplost, dan kan je bij mij nog een voldoende krijgen. Durf te verbeteren. Durf te laten zien dat je weet wat je doet. Oké. Okay. Nou, super bedankt. Vond het heel erg leuk dat je even mee wilde doen. Graag gedaan. En mij zie je vanzelf wel een keer in de ring verschijnen. Ik heb nog een hoop te leren, dus het duurt nog even. Ja. Maar ik vond het heel erg leuk en bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En succes met het verdere concours. Dankjewel. Levi toch? Ja. Hallo Levi. Hi Ul. De dressuurringen die gaan eruit. En hier komen dan vervolgens de nieuwe springtuin. Dus hier komt een springveld. En hier aan de andere kant staat natuurlijk al een springveld. En daar komt een spring in het veld, komt aangerend. Dus nu, vanavond, 19:30 is het, 8:00, moet dit nog even omgebouwd worden. Ik ben op een vreselijke manier verbrand. Maar goed, dat werk je als je de hele dag buiten bent en je niet insmeert. Dus dat is een beetje dom van mij. Dus dit was Jumping My Sluis voor vandaag. En ik zie jullie graag morgen. Doeg!